welkom aan Nyagongo Saboto Futide. We zitten aan de Furangu. We hebben een sportdag georganiseerd de jongen van de buurt. Eigenlijk Jala Sama. En ik heb ook even dan aan Drukja. We hebben ook twee van de jongen van de buurt. Vijf van je broer. Ja, ik ben rustig. Wat voor jou? Ik ben er. We hebben een sportdag georganiseerd in de buurt. Vijf van je. Ja, nou, we hebben een abierte, want we hebben een baka bij kans toejari, zoals we een plaats baka in de omgeving. Ja. Oké, wel, Theoluko, zo is het, ik heb precies druk. En ik begrijp dat je zegt, want de jongeren, want de jong massa, ik trek de jongeren in de omgeving. En Theoluko, zo is je opkomst, die je van je vinding. Sowieso, nou, we hebben een sweet gevoel, omdat is abi sporten, nou, af de sansa, ik heb smaak om bij elkaar. Na het rassen hoe de bematcha de jongeren komen bij elkaar, dus dat we nu denken dat we organiseren een voetbaldag die de jongeren in de omgeving zijn playbal, want ja, boem voor voetballers die in de omgeving en een passie voor voetbal biggie, dus dat rassen nu bij de voet organiseren. Dat we denken dat we zitten aan een sportdag, een voetbaldag, sorry. Oké, voetbaldag. Maar na zo'n heren, meneer Pleis, heb je een set van een dames team of een organo set van team dat de dames kan spelen ook toe? Ja, dus doe een onderzoek in de omgeving dat de dames moro na slagbal. De bewa na slagbal, maar ja, in mijn plek slagbal tapa als stompisi. Dus dat ik weet in de toekomst. Oké, tra activiteiten die zou abin praxeri, die jari of die buurtje te? Ja, want tra activiteiten die abin mijn. Dat nou een sportdag, dit is nou een voetbaldag, zoals so voetballen play, maar in de planning dat was het een sportdag waarbij tra activiteiten voor sport serifi op de mee. Ze dus maar kan doen mee, dat tra activiteiten, like slagbal, basketbal, recreatie, sporten. Ja. Oké, mooi Tori. Wel, grand tangi. Ja toch, you too. Thanks dat je weet in de omgeving voor leggen de beelden vast. Otampo, ja, zo aan initiatiefnemer voor AI sportdag, AI voetbaldag, ja. Meneer Otmar Hartli, meneer Otmar Hartli, waar ben je? Wel, ik ga rustig, ja, ik ga rustig, tjanga nu. En ja, die daar op je klagen. Helaas aan je go volgens schema. Oké. Okay. Ustaki, had die je organiseer en Juna had trekker van die eigenlijk. Sang, meke kontapa idee voor organiseren die je? Dus in je buurt, je lukusa de jongeren abi van Oudo, poebei voor de wansani. Alla deed mij klagen mee eens, van sport gebeuren in je buurt. Teluku apisipo de ja, daar doen we hier voetbalveld bij de ja. Maar lanti te keer poe wana, de meke sko. Wij praten sko tegen, maar de bekafika apisipo voor de peebal constant. Maar. De fikau api ki pesi na ju en na fudatu en beke gebruik nu. Door dat de sama aksifu, de jongere aksifu. En isabi wa sama mde fut teke a fortou. En dat bede toevallig me een momentje zo en ya buurti. Me teke a fortou. So so fu be kan duwa sani. Dus dat ibe jahi idei. A idei akomoto fu me afudenta wa afude jongo akomoto ma. De gime a gani fu organiseren giden. Dina de denki taki kwa organisasi mika duembu. Ja. Oké. Zijn het doel eigenlijk dat je organiseert een voetbaldag? Ja, ik heb sport. Eigenlijk educatie gaat samen met sport. Ja. De meeste van de jongeren zijn zo. Die hebben zeker dat je een sport hebt. Zo hier de. Dat is niet voor tampen en tapoeken. Dat is niet wel. En dat is niet voor tampen en tapoeken. Dat is minder jongeren dan tapoeken. Ik kan gewoon terug in een jongere jaren voor mij. In mijn tienerjaren. Dan alle dingen bij peebal. Ja, zo. Ten ik heb een bal niet wel, maar aan de funko tampo na tabuku mo. Dus aan de san na pe me farwa fulanti dugu. Taki ala dei, de begin ka go sport. Sport accommodatie de constant giden. Ten de wel 100%. Api kama tabu wa yu tu yu necha stati. Fuku fuku awe la go dosi yubi. Dus mi go luku torek same, same de gimi, same me du. Mi be ta stati ema. Ten pe bal niet wel, dan ma bif jousu. Dus als aan de mi wan hal kom baka enya. Assisteren voor de jongeren in je buurt vooral rang. Oké, dus eigenlijk voor verminderen anga tap de uku en noem maar op nee organiseer adia. Voor wat moet ik het is even van beroep ja leerkracht. En voor lukken kon als voor onderwijs. Geef je ze even vijf van de onderwijs en je tja. Nou, dat is lukken. Onderwijs zijn is aan en daar geef ik achteruit.
da vooral de jongeren voeden op het slijf. Ik heb leerkracht altijd me stimuleerde. Maar bij mijn eigen fasie van mijn tekenen aan de man. Maar bij mijn eigen fasie van mijn legheid. Maar bij mijn eigen fasie van mijn benaderde jongeren. En de fasie van mijn benaderde, nou, me stimuleerde voor de doede score. Me stimuleerde voor de ronde studie af. Daar waar je ziet duidelijk dat ik een apoïs toe kan vallen. Maar even aan mijn klaarwang. Want teko of wat milo heb je basis, dat uiteindelijk daar toch gaan maar veel café nee wat wonen. Mijn haar niet meer liever, niet wat moeilijk ding. Maar dat ook al een crisis. En hij na die periode afvaai de kong naar de middelen eigenlijk voor dat je zo sponsoren de. Luco, deels met een beetje zo politiek gelineerd je. En nou wat kibie hij nu ondersteunen tafa. De directoraat sportzaken vooral de twee onderdirecteuren koninkin aan Atida de sportmaterialen naar de doneerde helemaal doen. Maar die daar prominente directeuren zijn die me drinken zijn potuwa pikisho aan aini en me denk ik CIFAS directeur voor CIFAS CIFI dan maar potuwa aan en van mij wat mijn organisering hebben we leuk VIP CIFI potuwa pikisho aan aini. Ondanks me melden laat die taxi ons aan je organiseren. Maar taal is het amsabi dat ik me melden eerder. Maar voor mij zijn we bijna maar bij elkaar op zo'n tanga in een precaire situatie als voor organiseren zo'n ons aan. Dus met de data wat dankbaar dat ik zo'n ons aan. Dat ik zo'n ons aan de café in de plaats door dat die ding JP Potiwana in. We zijn ook aan verwacht voor een organisatie in de komende tijd, de activiteiten. Ja, dan wat we plannen 1 mei. We hebben van die show dat is een pilot. Zo voor die bakant idee dat we evalueren. Zo evalueren. Dat we hebben van algo. Dat 1 mei wat we plannen voor organiseren te gaan sport. Dat maar mooi begin. To organiseren mooi begin. Nou, we hebben zo voetbal. Maar één mei wabi basketbal, kan wabi slagbal. We betrekken nog voor samabij, om samato. Voor de academie aan sport. Oké, meneer Hardley, we takken gaan tangen voor die bewaar met het jongen. Ja, met die associëren gaan tangen tot de kakko interview. Voor de kan lukutu, faasani de, asani, faago precies. En we gaan gewoon niet mee aan jou. We gaan niet mee aan jou. Het aanpijn of de sporters dat doen mee na als voetbaldag ja. Vijf wangen jou. Ja maar rustig begin. Hoe is dat je maar organiseert van sportdag ja? Van jou en Fenelik sporter? Ja maar boel ik. Fenelik boem. Ik langer de man op de wassen in Rango. Dus ja. Mijn brief de man organiseert wassen goed baga. En je verwacht morgen? Ja man. Nog maar veel aan die zelfs. Dat orga boem. Je moet zitten boem. Wat jongen ook kon dat dus ja. Ik ben de man orga van tomorrow. A team Vivini? Ja, man, moest het ook. Is dat team niet? Is dat team nu? Alles aan conflict. Thank you. Alla facie succes. Ja, maar thank you. U tampu yang wan footing di bonus, maar ook toen jong maar die concert is aan in haar sportdag ja. Anga sama tampu ya precies. Sherani Ameke. Mevrouw Sherani, is even fide na sportdag ja, vijf en ja, day. Heel goed. Heel goed, dat moet een belangrijk game tegen. We kan niet boy zijn voor bal. Dus een belangrijk game, dat was speciaal day, gimme. Hoe denk zo'n toe activiteit, hoe lang eigenlijk was je, wat bevinden de soort activiteit in je buurt? Jaren. A jaren, ja, je zou die voetbal zo toe zijn in je buurt. Zijn precies wat van oude man, je hebt een beetje dat je bent daar veld. En op een gegeven moment, de contacting. Ta PCJ in je buurt bij de heren kan play de voetbal. Oké, ik heb stubela van de kaing. Latour veld. De kameken goed dat de boy go pay bal. Dat is allemaal de boy togi man. Bika je voor pesha de voor de pay wat bal voor de kwanya. Komo hei voor de fene wat piki money. Yo togi man. Bika mi boy no bi bal. De babi di boy. Ana de no bi bal. Dus dat je voor de mekoe aan persiegi de boy, voor de peebal, abe oboe. En dat je de soekoe de jeuk voor de soekoe voor peebal.
behalve apisifu sport, chulu qua gebied rangu, sang, sa, teutaki rangu, dat is dat kiama sung gebied vooral. Sang sang wap van hulu precies, ja. If you look for the full festival, you could meet the Pikesson Strat. Don't permit that to be so, Madina de Seca Seca Info. But if you begin a festival, you could meet the Pikesson Strat. I knew what the Pikesson Waka. They say, we beg you, Galanti, make a Seca, they pass you. Eh? That you will beg you. Make a Seca, they pass you, make a pass you. The Pikesson Waka, na sumu, Guasco. If I like it, then it's a matter of what the Pikesson Waka, Guasco. Da me ifenembu. De sama juku ya sefu komiti bala Calvin kon Niki na pesi atide. Bala Calvin ofa. Ego restak, restak aile. Trons juku de sama sefu en kuta ki sefu ya nya organisasi e puana so dat de kan fende den sport sani. Eke yong mangsang e ondersteun de yong wan fai sefu fenya de. Nou, die mij aan shoot idee. Zeker mij zeven van resort latour. En Rangoon aan PCP met idee toe. Dus tjaigo voor de jongeren, ja, zo daar kom. En alle de KRL leader die per toe aan bijdragen voor Kisha die ja tot staan. Daar doe mij boem voor je dat je dat een mooi zonnige zondag dat ze bij elkaar kunnen komen voor kan voetballen. Ja, ik ook dat je uw leider van resort ook toe. Trap activiteiten deze wabia in die planning? Nou, zulke activiteiten, het is mooi voor de zulke projecten, ja, zo ik kom. We zijn ook voor holiday jongeren bezig, maar ook op een educatieve manier. Mooi voor de activiteiten ook. Dus er valt nog veel meer te komen dan deze. Oké, voor wat moet ik zeggen? Je schrijft van de jongen zijn, te weten dat je bij de stuka. Dan je maakt moeite. Kan je bij kan bemoedigen van jongen van zijn kan de luka programma. Voor wie is door een soort drukken ga ik go? Voor holy door een studie. Nou, als aan die man te ja alle de jongen kwam dat ik is een man laf in dat je hem in boek wij zeven en alle ruimte zei kiesi. Nu zoek voor benut. Is het de man wil dat je moet gaan tot je volle potentie. En zo lukt dat je alle de je toon mo is abi. Ik alle de ideeën met kassen en fout bijvoorbeeld het jongen. Maar die jongen toont de jongen, dan positief ook bij zeven. Dus alle die zijn iemand doen aan zijn positieve bijdrage bij zeven. Voor komen op die bij hem doen. Dus dat is dus aan keer boskopen. De analist Edgard Sampi, zeven de van partij TD. Meneer Edgard, van wie? Ik ben mooi, ben met moeite. Oké. Is er even ja, hoe zat je stak? Is er even ja zo, kon je in de jongen wang van gebied? Voor 5 en AD. Nou, mooi initiatief voor wat ben ik trana man voor Abop. Dan na Ocho, Ama Rango Boy. Dus samen ben ik denk ik voor organiseren een sport dat ik denk jongeren voor Abutu. En altijd me vinden initiatief, dit is een mooi initiatief, waardoor ik mijn schrijf kon voor ik Ama Apowerlijk van sport naar ook toe. En is je idee gekleed? Zou zij ze voor Loan Balti dit doen? Ja, dus de maat zit wel een spel gedaan, wat play gedaan, veteranen. En waaronder Calvin Koninck is er voor de Nazani Atida. Lek OD voor Sportzaken is er voor de Nazim. Dus we lopen samen met de Tjeboy even van Balletplay. Voor me vergeten, je zei via DNA. Van Toris Donazan dan Nuno. Want voorzitter van Nobel, ik begrijp dat je man de Akombaka. Vergadering, soort planning wat je? Ja, dus Awiki zei ik ook, Awiki zou op het idee. Zeker over vergader, dinsdag naar donderdag, omdat voorzitter naar binnen. Plan naar mijn plan, dus no amakom. Dus dan een volle vaart. We proberen voor halen achterstand zijn bij ons staan. Voor agwe zijn agwe, dus we proberen voor halen achterstand dat hij. Dus dat week is eigenlijk een volop DNA vergaderingen. Meneer Edgard, kan je ook toe aan je gelegenheid, ja, ik kan takken naar de jongeren, want dat is belangrijk. Voor Luku, voor de jong man, de man die ik was school. De man is aan het op de uku. Ik denk dat vooral een van de redenen. Want we hebben een initiatief nemen ook toe. Voor dat ook maar. Dat is een van de redenen. Zijn het doel eigenlijk naar voor de man op de uku kan. Ik kan recht van woord doen met de jong man. Dus na om een leesigbaan, ik roep de regering op. Na in DNA.
voor zulke mogelijkheid die de jongeren voor de jongeren bezig bij de schooluren. Maar dat twee mannen daar scoren in een sapsa de ma edu. Dus dat in, if de mannen daar scoren, je hebt die maar onder controle. Maar if de man een paar scoren bij de schooluren in een sapsa de ma edu. Dus probeer voor een lange activiteit voor Abdema ook toe onder controle buiten schooluren. Dus dit is nou de activiteit, organiseer sport dat Gidema, op een sportschool Gidema, muziekschool. Dus talenten op van activiteiten. Ja, dat voor kan ontwikkelen talent Gomorrah Farah. Dus dan de activiteit dat is mijn wensje. Daarom met deja voor ondersteuning en mijn opoveraman. Dat is nou eerste en laatste lezing. Maar ik heb dan dat we duurzaam zijn. Dat in alle buurten. Ook toe in de vakantie aan mij gaat door naar de soort activiteit die zie. En ook toe aan mij kiezen ondersteuning voor sport en jeugdzaken, voor directoraat sportzaken. Dat ik aan mijn materiaal in voorraad voor kan tjara ook wat kan leggen voor allemaal bigidja. Maar mooi zijn niet en met dan power aan mij. Ik wou sabi dat de woensdag dat we qua de minister naar VP gebouw ja zo. Voor accident van eigen ministerie voor de en sampas en pas president kon de sociaal bij een minister voor financiën die begi piki tapa actie voor apai voor de sama zij wat dat ouzo van atolie of de pc en efu ook toe deze even moet bij belasting naar een verhoging of de pc kogeluku a taki voor minister voor financiën. Erken meteen dat er hard gewerkt wordt en dat het om een belangrijke groep gaat. Maar de ziekenhuizen hebben allemaal een cao en vanuit hun cao moeten ze dus de arbeidsvoorwaarden faciliteren. Zo is het. Dus zijn we ook niet genoeg? In principe niet, nee. Nee, nee, nee. Omdat ze een cao hebben. Dus dat moeten ze met... Dat moeten ze met hun directies bespreken binnen de mogelijkheden van de ziekenhuizen zelf of de gezondheidsinstellingen wat gekeken wat men kan doen voor het personeel. Minister, hoe zit het met dat van Graceco? Hebben ze afspraak gemaakt dat ze, ik dacht dat de regering een bedrag zou voorschieten, maar dat ze nog niet hebben ontvangen? Ja, dat proces is nog gaande met mijn collega van NH. Ik heb inderdaad wat informatie gehad, met name de salarissen waar we ook naar kijken. En dat proces gaan we snel afronden. Hoeveel belastingmiddelen zal de overheid extra binnenkrijgen door deze verhoging? Welke verhoging? Die nu zal toegepast aan onder andere de ambtenaren. Extra middelen binnenkrijgen. We gaan extra middelen uitgeven. Nee, maar mensen vinden juist van dat juist die, doordat die verhoging is doorgevoerd, dat er nog meer inkomsten voor de overheid zullen zijn. Nee, nee, nee. Er zal een kleinere groep zijn die nog belasting... Nee, als men bedoelt dat de verhoging bruto is en daarvan belasting wordt afgetrokken, dan is het nog steeds zo dat er een netto toename is van de uitgaven van de overheid. En daarom hebben we ook gezegd, we hebben gekeken binnen de begroting wat mogelijk is aan extra uitgaven en zijn we gekomen op het percentage van 17% wat we maximaal kunnen hebben. Als we daar boven uitstijgen, dan gaan we andere problemen creëren. Of dan moeten we het anders financieren, monetair of middels leningen. En daar staat deze minister niet voor. Was het niet beter om juist die belastingsgevel aan te passen? Nee, dat zit eraan te komen met de introductie van de BTW. Dat heb ik altijd gezegd. Kijk, men moet niet vergeten dat we per 1 januari de belastingvrije som substantieel hebben opgetrokken. Naar 4000 SRD. En we hebben gezegd dat we integraal gaan kijken naar het belastingssysteem bij de invoering van de BTW. Dus dat zit eraan te komen, waaronder dus ook de belastingsgever. Abo, ik... Wie? Die ambtenaren? Ja. Ik heb vandaag getekend voor de overmaking. Dus minister, is voor alle duidelijkheid, de ziekenhuizen die van de volksgezondheid vallen, ACN, SLAS, PCS en IP, die ook ambtenaren zijn, maar ze zijn ook ambtenaren door dus die kan niet benoemd worden in de verhoging. Als ze een cao hebben, moet het vanuit de cao. Dat, zo ligt het. Ze hebben toch een cao afgesloten waarin ze arbeidsvoorwaarden afgesproken hebben.
Dus je kunt niet van twee zijden of twee, hoe moet je het zeggen? Nee, als je een cao hebt, dan deel je met de directie van de instantie waarmee je een cao hebt afgesloten. Dan als je dat hebt voor de minister van Financiën, heb je gezegd dat je het voor de woorden samen naar dat huis. Awi ki di pasaha na soan pers konferensi holy over na ramp ainya binalan te aigo aba watako te kahi wata na peda verschillende dienste BD digi informasi ang ministeris ko aliki sang na dikito fo na ministeria fo regionalo ontwikkeling taki aba a situasi ainya binalan chego aba awata. Een paar weken geleden hebben we opgemerkt dat verschillende rivieren in Sipalu in de buitenoevers zijn getreden. Wat we tot nu toe hebben gedaan in samenwerking met een NCCR en de Rode Kruis, is dat we eigenlijk de gebieden hebben geïnventariseerd die getroffen zijn door de watersnood. Het gaat om ongeveer 3000 huishoudens. Er zijn in samenwerking met NCCR tot nu toe 1100 noodhulppakketten verstrekt aan die verschillende huishoudens. We zien dat het gaat om verschillende bestuurssoorten in het district Sipaluini. De situatie nu, momenteel, is dat het water bezig is te dalen. Maar wat we nu hebben opgemerkt is dat in het district Saramaka, waarschijnlijk door het springvloed, het water stijgt. We zien ook dat we daar eigenlijk ook sprake van een watersnoodsituatie. Het gaat daar om 150 tot 200 huishoudens. En er is ook noodhulp verleend aan dat gebied. Het gaat eigenlijk om 150 pakketten die tot nu toe door NCCR is verleend in samenwerking met met de DC, het districtscommissaris van Saramaka. Korte termijn planning van het ministerie is dat we in samenwerking met NCCR bezig zijn te inventariseren wat de schade is. We zien dat scholen getroffen zijn in die gebieden. We zien dat polyklinieken zijn getroffen. En lange termijn planning, we zijn bezig te kijken naar wat er tot nu toe is gedaan op het gebied van wateroverlast. Want in 2006 hadden we ook ongeveer zo'n situatie. Er is onderzoek gedaan. En we willen eigenlijk kijken wat de resultaten zijn van die verschillende onderzoeken met betrekking tot watersnood. En kijken hoe we daarop kunnen inspelen als ministerie. Op advies van NCCR zullen we ook trainingen geven aan de districtscommissarissen. Zodat we crisistraining, crisismanagement. Zodat we wanneer zo'n situatie zich weer voordoet, we één taal spreken en een gemeenschappelijk kunnen optrekken. En de situatie zo snel als mogelijk kunnen aanpakken. Dat is het van mijn kant. Dank u wel. Dat ben de Maverick Buyuku, die kito na ministerie voor regionale ontwikkeling en sport. Die aan dat hij al met zijn maatje nootu, maar ook die doen zo samen, die de eigen wat aan nootu, ja, zo die no kisi voedselpakket na bijna 15 barki, maar langzamerhand samen met NCCR, de poe bij voor chai voedselpakket, die de samen NCCR, die aan dat hij aan omakeliki voedo, aden pere samen de. Bika asani muliki pikiso chaygo aba logistika. Na taase de staki safi awata esaka. Bijna aladen COVID maatregelen de poede. Ganfesa, dansi, dacha machete. Ma wisi fi wan pikiso siki isagwa woko wei mon neus bedekeng da ye go home. En nu een persconferentie, dan dikito voor het ministerie voor Volksgezondheid. Leg alla de saniazo toe. Mekke walik. Jawel, want we gaan aan de hand van deze cijfers. Ja, deze cijfers dienen als onderbouwing voor het beleid dat nu geformuleerd is. En dokter Lieke Wachee, die is er hier als infectioloog speciaal om te ondersteunen. Zij was ook actief betrokken in het formuleren van dit beleid. Aan de hand van deze cijfers die gepresenteerd zijn, er is aangegeven dat we heel hoge aantallen aan positieve hadden in ons vijfde golf. Januari, vooral februari. En
de relatieve mortaliteit, dus dat sterfste cijfer, die was veel lager vergeleken met de eerdere golven. We hebben het gezien in de curve en dat gelukkig, dat komt door twee zaken. We hebben een hogere bescherming gehad binnen de populatie doordat er een bepaald deel van de samenleving gevaccineerd was. En een andere is dat een behoorlijk deel ook op een natuurlijke manier bescherming heeft gekregen door de infectie door te lopen. Dus hierdoor hebben we een situatie gehad waarbij velen geen ernstige ziekte doorliepen na een COVID-19 besmetting. We blijven alert, maar we moeten alle cijfers blijven volgen. En vooral de mortaliteit ten gevolge van COVID-19 en hospitalisatie. Dus aan de hand van deze cijfers en constateringen zijn de volgende maatregelen genomen. Ten eerste adviseren wij om de Mohana-regels voorlopig voor te zetten. Verder is er nu het advies om quarantaine op te heffen. Dus vanaf nu zal er geen indicatie meer zijn voor quarantaine. Dus ook na nauw contact met iemand met bewezen COVID-19 hoeven mensen niet thuis te blijven. Daarnaast volgt ook het afschaffen van isolatieplicht. Mensen met een positieve test hoeven niet meer verplicht in isolatie. Bij mensen die veel hoesten, kan besloten worden dat ze tijdelijk thuis blijven conform andere infectieziekten. Bij milde klachten mogen mensen in principe naar hun werk. Hen wordt wel met klem geadviseerd om gedurende 7 dagen minimaal een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Dat is om de transmissie te beperken. Dezelfde maatregelen gelden voor mensen met klachten die niet zijn gaan testen. Dus ben je gaan testen, positief getest, als je milde klachten hebt, kan je toch nog aan het werk met het behouden van een chirurgische mondneusmasker. En wat heel erg belangrijk is, dat de huisarts in samenspraak met de bedrijfsarts het beleid zal bepalen bij personen met klachten. Verder wordt er ook geadviseerd om mondneusbedekking bij kinderen op de lagere school om die plicht af te schaffen. Of ja, dat plicht. En het advies is om de verplichting om een mondneusbedekking bij kinderen die te laten vervallen. Bij leerkrachten adviseren we om de Mohana-maatregels voort te zetten, zoals dat bij de gewone populatie ook geadviseerd is. Dus dit is dan omtrent quarantaine en isolatieplicht. We gaan nu naar het testbeleid. Wie zal worden getest, wie zal verplicht worden getest en wie niet? In de huidige fase van de epidemie is het niet meer nodig om iedereen met klachten te testen. De groepen die nog wel getest moeten worden zijn patiënten waarbij opname noodzakelijk is ten gevolge van klachten passend bij COVID-19 en gezondheidswerkers met respiratoire klachten, dat zijn ademhalingsklachten. Of klachten passend bij het ademhalingsstelsel. En de COVID-surveillance, die zal apart plaatsvinden bij voorafgestelde locaties. En dat zal dan, de surveillance hiervan zal dan plaatsvinden zoals bij andere infectieziekten. Bepaalde volgende afspraken zullen gemaakt worden. In principe wordt gebruik gemaakt van antigeentesten via een officiële testlocatie.
Wanneer een zelftest wordt gebruikt bij iemand met klachten en deze heeft een positief resultaat, dient deze test herhaald te worden indien aan deze test mogelijk consequenties verbonden zullen worden. Voor patiënten die opgenomen moeten worden met klachten die kunnen passen bij COVID-19, wordt in eerste instantie een antigeentest gedaan. Wanneer deze positief is, wordt dit als positief resultaat geregistreerd. Een negatieve antigeentest wordt gevolgd door een PCR-test. Verder is het advies om niet te testen bij mensen zonder klachten, bij mensen met milde klachten, bij mensen waarbij quarantaine opgeheven moet worden, bij mensen waarbij isolatie opgeheven moet worden en bij het binnentreden van openbare ruimtes. Dus dit zijn de nieuwe maatregelen en het is goed dat wij deze maatregelen met de samenleving delen, zodat de samenleving ook op de hoogte is hiervan. Dat is de kito voor het ministerie voor volksgezondheid, die taki zijn gewoon beter. En daarom de los je een aantal maatregelen te aigo abana COVID-19 aan wie konde. Wereldwijd zeven uur zit taki om een konde die los je sani. Ook toe dat deze maai bewegen deze even meer vrij. Ga dan zie aan de visa nog steeds dat hij nog mag. Eerst over bede, dat bede Sata die passa. En a president bede ook toen haar onafhankelijkheidsplein PDB abuang evenement in verband aan eerst over. Dat want dat hij hier gewoon tapu dat de kievaya voor hij jou langer. Dat hij na voorpakken zei na milieu voor dat hij nog jij schade nee en dat hij ook gomo soi niki aan haar gewoon tapu nieuwe libyen. Maar ik wil die president Chandrika Persat Santoki die betaki wa mofu ook toe. Once again, distinguished friends and particular our director of the WWF Guyana's Suriname and Guyana, Mr. David Singh. The other representative of WWF Guyana's and also all the friends who are gathered here this evening at the Independent Square. It is an honor and pleasure to welcome you on this evening. Mag jullie allemaal ook welkom heten. Alle personen die hier aanwezig zijn, maar ook alle personen die ons volgen thuis via onze radio en televisie. Ik ben als president in hoogst eigen persoon hier aanwezig om stil te staan bij de Earth Hour, waarbij straks de lichten uitgaan. En dat is de bedoeling, dat we ook in Suriname de lichten uitmaken voor een uur. We gaan allemaal in het donker. En dat gaat de hele wereld doen. En natuurlijk levert dat direct een bijdrage aan een stukje energiebesparing. Maar belangrijker is nog waarom we dat doen. Het is niet alleen om die energiebesparing, welke je ook zult merken in je portemonnee. Maar het gaat om onze natie. Het gaat om onze toekomst. Wat wij als mensen willen maken van onze toekomst met ons milieu, met onze natuur, met onze biodiversiteit. En daarvoor moeten we stilstaan. En u weet, als het donker wordt, dan worden we even onrustig. Dan worden we even onzeker. Dan worden we even angstig. En dan zoeken we elkaar op. De saamhorigheid is dan nodig. Elkaar beschermen is dan nodig. En dat is wat we ook moeten hebben. Namelijk bevorderen van de eenheid onder onze Surinaamse bevolking. Bevorderen van de natie. En versterken
van de natie. Want het thema wat voor deze Earth Hour centraal staat is namelijk let's come together to take care of each other and the one home we all share. En laten we dat alvast doen door hier in Suriname te zorgen dat we allemaal ons goed voelen in het huis Suriname. En dat we samen gaan werken voor een prachtige toekomst. En als we het licht straks uitmaken, dan ziet u ook niet wie bij je is, wie naast je is, hoe die persoon eruit ziet. En dat symboliseert ook de eenheid die we nodig hebben. De heer David Singh heeft net aangegeven hoe makkelijk het is om die knop om te draaien, die switch off. En klaar is dit energie toevoer naar die verlichting toe. En daar is het donker. En hij zegt, we maken zoveel dingen dagelijks mee. Zoveel problemen hebben we. Zoveel challenges hebben we. In feite zouden we ook met een knop, met een switch off, die problemen kunnen oplossen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar kunnen wij die knop van haat jegens elkaar niet draaien naar switch off? Kunnen we die knop die ervoor zorgt dat er nog discriminatie is onderling niet draaien naar switch off? Kunnen we die knop die zorgt voor verdeeldheid in de samenleving niet draaien naar switch off? Kunnen we die knop voor issues die bijdragen dat waarden en normen geschonden worden door verschillende burgers niet draaien naar switch off, dat het niet meer gebeurt? En kunnen wij die knop draaien naar switch off voor wat betreft de negativiteit wat uitkomt uit de samenleving? Ja, we kunnen het doen. En laten we dat doen door die knop naar switch off te draaien en ons te bekeren een uur lang wie we zijn, wat we zijn en waarom God ons hier geplaatst heeft op aarde. En dat is om samen te werken met elkaar, om te werken naar een prachtige Suriname, om onze natuur te beschermen, ons milieu te beschermen, ons oceaan te beschermen, onze bodem te beschermen, onze aarde te beschermen. En dat we na een uur, als we het licht aanmaken, dat we dan een ander mens zijn geworden. Dat er daardoor weer verlichting is ontstaan in je binnenste van het lichaam. Dat er weer verlichting is ontstaan in je hart en ziel. En dat je met die verlichting ook een ander mens geworden bent. Een ander mens die nu bereid is om samen te werken met elkaar. Een ander mens die geen plastic meer gaat gooien op straat. Een ander mens die op een verantwoorde wijze zal omgaan met de natuur. Een ander mens die geen kwik meer zal gebruiken. Een ander mens die geen bossen zal vernietigen. Een ander mens wat niet vernietigend zal zijn naar ons oceaan. Dat is de bedoeling van vandaag. Bewustwording creëren en verlichting brengen in de samenleving. Broeders en zusters, we zijn blij dat we een carbon negatief land zijn. En er zijn maar 3 landen in de wereld die carbon negatief zijn. Dat is Suriname, dat is Panama en dat is Bhutan. 2, dat we inderdaad onze olie gevonden hebben voor de kust. En dat we die op een milieuvriendelijke wijze gaan ontwikkelen. Maar tegelijkertijd gaan we naar die green energy. We hebben onze stuwdam nu op dit moment met enorm veel water. Waardoor we nu meer energie kunnen trekken vanuit de hydro-energie, hydrodam.
en onze fossiele energie hier in Paramaribo op switch afgedraaid hebben en nu extra energie krijgen uit de stuwdam op een natuurlijke wijze. En we besparen daardoor geld, maar tegelijkertijd bevorderen we die green energy die we nodig hebben. Hetzelfde gaan we doen met onze zonne-energieprojecten. En hetzelfde gaan we doen, en daarmee zijn we al begonnen met de studie, voor wat betreft windenergie. Beste mensen, een dag om stil te staan bij onszelf hier op aarde en wat onze bijdrage zal moeten zijn om die aarde te beschermen. We hebben in ieder geval de intentie al kenbaar gemaakt naar de Sadhguru die hier in de Caribische regio is gekomen en die met een speciale opdracht is gekomen met zijn stichting om maatregelen te treffen in de verschillende landen om onze aarde te beschermen. Save the soil, save the planet. En we hebben hem ook uitgenodigd om samen met ons die MOU te tekenen, om samen met de regio en samen met de internationale gemeenschap onze grond, onze aarde, onze moeder aarde te gaan beschermen met alle mogelijke moderne technologieën. Ik ga afsluiten door die allen op te roepen. Laten we bewust worden wat ons milieu betekent voor ons. En laten we handelen. Let we act now. En laten we handelen om inderdaad ons milieu te beschermen, ons natuur te beschermen, onze biodiversiteit te beschermen. En laten we alles doen om te zorgen dat dit mooie land Suriname beschermd wordt voor de volgende generaties die na ons gaan komen. We hebben dit land geleend van onze kinderen en onze kindskinderen. En laten we dat op een verantwoorde wijze teruggeven door goed om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen, door goed om te gaan met ons milieu en door goed om te gaan met alles wat leeft op aarde. Broer en zuster, ik ga jullie allemaal bedanken. And let me once again express my sincere thanks to the WWF Guyana's and particularly the director, Mr. Singh, for your support to Suriname, but also your presence over here. And that is giving us a strong signal that we are not standing alone as nation, and that we are here with the neighboring countries, with our friends, discussing together and delivering towards the world a planet based also on our commitment what we have, a planet which will be and must be protected, not only for now, but for the future, not only for this generation, but generations coming after us. And let we do that in a responsible manner. Let we do that in such a way which is sustainable. And let we do that just what you have expressed, by creating awareness, by creating consciousness in the community and among our people and citizens. Thank you very much. May God bless you all. Thank you. Dat BD wang takifuwi president tijdens dat evenement voor Earth Hour na onafhankelijkheidsplein. Gontapu emikala moiti fu bescherm agontapu. Maar dat idee aini wili bisavana fa wecha yusefi. Nemeke giwa hi yulanga dasata de faya bemuki ahi gontapu. Angadisi ukona akaba fu na gongo sabotoftidem taki gantangi di iluku. Ne vinsi wa moi shiti netigo mofawe.